We hadden nooit zo gek veel. En als het dan aan de Amerikanen was, dan had je niet de verkeerde tegenstander. Aan de Russische kant was het anders. Ja, daar gingen mensen door tot de dood op volk. Waarom? Die Russen hadden nog een behoorlijke rekening over staan. En die werd meestal bij elke Duitser werd die vereffend. Oftewel nekschot, op de vlucht neergeschoten. Die Russen waren er heel simpel in. Omgekeerd waren die Duitsers nu voor heel simpel tegenover die Russen. Was het Amerikanen niet zo. Ze hebben wel wandaden gedaan, maar dat waren er Russen. Maar de gewone Weermacht die vocht, was gewoon en dan was het over. Nou, dus die jongens die hier achter het prikkelhuis zitten, die vinden het een lang tijd. En ze hebben de goede tegenstander gevonden, want de Amerikanen die stonden bekend om hun normaal gedrag. En je kreeg roken, je moest geen grote mond hebben en voor de verder was er eigenlijk niks aan de hand. Nou.